Het uniek sporttalent van het jaar in de categorie sporter met een lichamelijke of zintuiglijke beperking komt uit Groningen en heet Axel Seintje. Ja, uniek sporter van het jaar. Wat houdt het eigenlijk precies in? Nou, dat je een voorbeeld ook voor anderen bent en ja, dat je de sport die je doet, dat, het, ja, dat je promoten bent en meer bekendheid aan het geven bent. Ja, maar we kunnen het nu niet zien namelijk, want je zit mooi aan tafel, maar jij zit in een rolstoel. Ja, klopt. Ja, sinds 2011 pas. Ja, sinds 2011. Hoe is dat gekomen eigenlijk? Ja, om een heel lang verhaal kort te maken. Ja, ja, vroeger was ik heel goed in vechten. En ja, en daardoor, door een ruzie die ik heb gekregen met twee jongens in de stad, die wat ouder dan mij waren. En hadden we gevochten en ja, daarna gingen ze schieten. En toen heb ik een kogel in mijn rug meegekregen. En toen was je verlamd van, vanaf je, wat is het? Vanaf van midden. Vanaf daar, vanaf je. Ja, vanaf van leven. Kom je in de rolstoel terecht. Ja. En toen heb je een sport gevonden. Ja. En hoe ging dat traject? Nou, eerst in het begin was het heel erg moeilijk. Ja, ik kon het niet accepteren. Het was heel zwaar voor mij. En ja, ik had zoiets van, laat ik maar lekker dood moeten gaan. Dood gaan? Jemig. Ja, ja, want het was heel veel wat ik daarna had verloren. Toen ik zelf in de rolstoel terecht was gekomen, ja, moet je uitgaan dat je, ja, je bent je vrienden kwijt, je vriendinnen ook, alles ben je kwijt. Je bent gewoon machteloos. Je moet gewoon helemaal opnieuw een leven. Maar waarom raad je al die mensen kwijt? Ja, mensen zijn zo, in het begin zijn ze nieuwsgierig, maar op den duur ga je merken dat je gewoon, je begint gewoon last voor die mensen te worden. Ja, ja. Het lijkt mij een enorm dieptepunt waar je dan inmiddels in terecht komt zonder vrienden. Mensen vinden je een last. Hoe vind je dan daar weer positiviteit uiteindelijk uit? Nou ja, dan leer je pas je echte vrienden kennen. Want ja, vrienden heb je altijd om je heen. Maar wanneer je in zo'n lelijke situatie terechtkomt, geloof maar. Ja, nou ja, ik hoef het niet mee te maken, hoop ik. Oké, afklappen. Ja, klopt, maar, ik heb gelakt hout, volgens mij wel. Ik heb heel veel mensen daar gezien in de revalidatiekliniek, ook die ook hetzelfde als mij hebben meegemaakt. En ja, en er was ook een meneer, meneer Bakker toen, Jan Bakker, die ook in de rolstoel zat. En hij heeft me ook voor gewaarschuwd van, hey, er gaan dingen komen en er gaan dingen op je pad komen. Want hij zat toen al 10 jaar in de rolstoel. En ik ging met hem in gesprek en om te kijken van, ja, goh, hoe het is leven. En voor het eerst dat ik die woord dwarslesie heb gehoord, ik wist niet wat dat was. Mm-hmm. En toen ik bij de dokters terechtkwam met die gesprek, zeiden ze, weet je, je hebt een dwarslesie opgelopen. Ik zei, ja. Ja, wat is dwarslesie? Ja, dwarslesie is dat je ja, nooit meer van je leven kan gaan lopen. En ja, met de gevallen zoals jij hebt, dat is slechts 3% van die mensen die ooit weer zijn gaan lopen. Dus ik heb 3% kans om te gaan lopen. Zwaar kut. Zoals ik even zeggen, zwaar kut. Toch dit allemaal. Maar je zit hier niet als een zwaar kut persoon dit verhaal te vertellen. Er is toch iets goed gegaan uiteindelijk weer. Ja, want ja, het is soms, ja, je verliest één aan de andere kant, maar je krijgt ook een winst aan de andere kant. Het is net als bijvoorbeeld, je bent iemand, je kan zien en je wordt blind. Maar wanneer je blind wordt, dan kan je meer beter gaan voelen, je kan beter gaan horen. Dus er zijn wel... ik heb een bril, maar ik hoor fantastisch daardoor inderdaad. Ja, echt hoor. Jij hebt een sport gevonden en daar ben je heel goed in geworden. Ja. We hebben nog steeds niet genoemd welke sport dat is. Ja. Maar welke sport is dat? Ja, dat is letterlijk handbiken. En dat... Handbiken? Ja, en dat is letterlijk handbiken. Is ja, net als fietsen, maar met je armen. Logisch, net als handfietsen. Ja. Ja, handfietsen. We hebben een filmpje, die heeft Sikkom ons gegeven, het Stadsblog in Groningen, van hoe jij handbiked in het Noorderplantsoen. Oké. Okay. Ja, dat gaat ook heel snel volgens mij. Hoeveel kilometer per uur ga je als je handbiked? De topsnelheid zit tussen de 48 en 52 kilometer per uur. Levensgevaarlijk, man. Op vlak. Jemig. Ja. En jij bent daar heel goed in? Ja. Een van de betere van Nederland volgens mij zelfs? Nee, oh, nog niet. Dat gaat wel heel een poosje overheen duren. Want je hebt mee te maken met jongens die al jaren in de rolstoel zitten. En die, ja, je kan vanuit gaan dat ze al 10 jaar meedoen. En dan kom ik daaraan met mijn 6 jaar in de rolstoel. En dat ik nou sinds 2013 ben ik begonnen met deze sport. 2014 heb ik al eerste ongeluk gekregen. Ik ben tegen
Tijdens trainen in een bocht. Je trainde voor de Paralympische Spelen volgens mij al? Ja, dat was toen. En heb ik een ongeluk gehad en toen mijn beide enkels gebroken. En waardoor ik heel 2014 niet meer kon fietsen. Het zit niet mee volgens mij. Ja. Nee, maar het komt goed. Ik bedoel, nu heb je uniek sporttalent van het jaar van Nederland geworden. Dat is heel bijzonder. Dat is voor mij de eerste stap in die Paralympische Spelen. Die komen vanzelf. Je hebt volgens mij nu hoeveel tijd weer? 3 jaar de tijd? Ja, de tijd. Dat moet je toch kunnen halen, of niet? We gaan hopen. Wat ga je halen? Maar het belangrijkste is van genieten en dan zorgen dat je goed voelt. En ook plezier in wat je voelt. En dan komt de rest vanzelf. Nu heb je de handbike meegenomen en nu zei je, we gaan jou er even inzetten. We gaan jou erin zetten. Ja, daar stap ik. We gaan mij erin zetten. Ja. Dat gaan we dan maar gewoon even doen, hè? Ja, ik ben benieuwd. Ik heb allerlei snoertjes en zo. Maar dat komt vast goed, joh. Wacht er maar uit. Nou, dan loop ik er maar heen. Dit is hem. Oh, dit kan ik. Nee, echt hoor. Geen probleem. Goed. Ja, ik ga gewoon zitten. Jij coacht mij een beetje ondertussen, hè, Axel. Ik ga nu gewoon zitten, denk ik. Ja. Oh, je mag. Heel charmant voor de kijkers thuis ook dit. We gaan liggen, je benen moeten in die... Moet ik echt helemaal liggen? Ja, je moet liggen. Oh, dat is hem. Ja, niet bang zijn. Nee, ik ben niet bang. Ik ben nooit bang. Ja. Is het goed? Ja, zo lig je. En nu? En nu kan je van die parkeerrem afhalen. Parkeerrem? Ja, dat is die grijze. Die grijze? Aan deze kant, aan de rechterkant is er een... Dit? Ja, die. Die? Naar je toe trekken. Ja. Dit? Oh, ja. En nu kan je, eerst naar boven draaien, want je hebt de onderste boven. Andere kant. Ja. Ja? Zo? Ja, en die andere ook. Die andere, ja. Zo? Ja, en zo. En nu kan ik iets doen? Ja, nu kan je gewoon fietsen. Oh ja. Als je spierballen hebt. Kom op, jongen. Oh, zit aan! Rem. Ah. Nou. Dit is echt iets, oh ja, dan ga ik zo, oh ja. Ja, zo kan je sturen natuurlijk. Maar die bochten kunnen niet heel scherp zijn dus dan? Nee, dan moet je getraind worden om die bochten te kunnen nemen. Wacht, je krijgt zometeen bekeuring. Kan ik ook achteruit met dit ding of niet? Nee, achteruit moet je met je handen zelf met die wiel duwen. Dames en heren, dit was mijn handbike-actie. Vond u niet fantastisch? Ja. Nou. Hey, ja, ondertussen ga ik staan. Kijk hoor. Ja. Je zit nog niet in de rolstoel, dus... Ik val echt uit elkaar. Axel, ondertussen ga ik al gewoon vragen stellen. Dat vind je niet erg. Ook wat teruggereden, is ook leuk. En bijna onthoofd door René, bedankt. Kan iemand even vasthouden, dan kan ik eruit, René. Dat is leuk. Als je de parkeerrem terug doet, nee, dan... Ja, zo, daar gaan we, hoor. Ja? Ja, goed, ja. Je zit vast. Nee, je gaat goed, hoor. Ja, ik ben er weer. Ik leef nog! Ja, ja. God, ik ben geen man van ik vind het gewoon een extreme sport, weet je dit? Het is een extreme sport eigenlijk, dit. Ja, voor jou is het nu doodnormaal waarschijnlijk, maar... Nou, het is een sport die heel populair is aan het worden. En eenmaal je ook mee bezig bent, ja, het geeft mij vrijheid. En ik denk, ik ga ook, ja, wanneer je bijvoorbeeld... Ik fiets meestal altijd tussen de 60 en 70. Soms tussen de 100 kilometer ga ik helemaal naar Lauwersoog heen en weer. En ja, dat geeft je een hele vrijheid, dat je gewoon zelfstandig heel ver bent en aan het genieten van de natuur. Mooi, heel goed. Het gaat om niet meer om het winnen, maar het gaat om het genieten. Dat is al heel goed, een mooie conclusie. Dat zou voor iedereen eigenlijk zo moeten zijn. Ja. Hey, op 28 november krijg je tijdens, hoe heet dat, het Nationaal Gala voor de Gehandicapte Sport 2017 in de Amsterdam Arena. Word jij vervolgens gehuldigd? Ja, dat ga je dan ook in smoking en alles? Ja, ik moet een zwarte smoking aan. Je zwarte smoking moet je aan, ja. Met een strikje. Ik wou een groene van FC Groningen, maar... Doe die lekker aan. Lekker de groene van FC Groningen. Nee, maar ze moeten beter gaan voetballen dan wel. Dat is de conclusie van dit gesprek. Ja, FC Groningen moet beter gaan voetballen. Dankjewel, Axel Stijn.